met een nieuwe wandeltrein. Het was eigenlijk een motorfiets die voor jou bestemd was in de vakantie. Heb ik begrepen? Ja, het is altijd toch weer heel bijzonder om dan terug op een circuit tussen aanhalingstekens te komen. Want ik vind het altijd heel bijzonder dat er heel veel vrijwilligers zijn. Ook enthousiast voor de organisatie op Zandvoort. Om de mensen een stukje plezier te geven en vooral de herinneringen uit het verleden. Maar ik ben dus met z'n drieën en ik ben door mijn woord van Dullen en mij heel veel succes in het verhaal. En zo herleef de herinnering van vroeger altijd nog weer hier voor deze classic race evenementen. Dan komt de mensen van de organisatie om dat zo op te zetten. Dat ik dan gevraagd ben om hier te opbrengen, dat heeft toch wel een beetje te maken met dat ik natuurlijk ook een verleden heb. Maar hier zo vlakbij wordt. En een wortel die komen uit Winkel van de moeder van mijn moeder, die hier geboren. De familie weet ook, dus wat dat betreft is het altijd nog een beetje hard voor Winkel dat het verleden voor mijn leven hier is begonnen. Dat ik dan nu op deze motorfiets hier mag rijden. Nico Bakker vinden we heel veel dank voor het schuldig. Omdat Nico voor ons een hele speciale Yamaha heeft klaargemaakt met Nico Bakker Frames. Applaus voor Nico natuurlijk voor die fantastisch mooie race.
die die jongens heeft geholpen in de jaren 76, 80 eigenlijk. Want zo lang ben je natuurlijk al bezig om frames te bouwen voor. Ja, vroeger was het eigenlijk normaal. De Japanners waren nog niet zover dat ze een fatsoenlijk frame konden bouwen voor een krachtige motor als deze. En daar waren natuurlijk diverse framebouwers voor, zowel in Engeland als in Nederland. Die fantastisch mooie frames. Even op dat 120 euro, dat is veel meer dan 150 euro.